Het personeel van het psychiatrisch centrum Suriname, PCS, heeft vandaag een petitie ingediend bij hun bond. In de petitie heeft het personeel diverse hiaten opgenomen waarmee zij kampt. Crosby Dompig, broeder in de psychiatrische zorg, zegt dat zij er nu genoeg van hebben dat hun salaris elke maand laat wordt gestort. Hun salaris is niet meer toereikend om het hoofd boven water te houden. En medewerkers van PCS krijgen niet dezelfde behandeling als andere personen in de verpleging. Waarom gaat men zo om met de psychiatrische zorg? Waarom kijkt men niet om naar onze mensen? Waarom kijkt men niet naar het personeel? We hebben niet eens een ruimte waar we rustig kunnen gaan zitten. Zitten praten, zitten eten aan de. Je zit tussen patiënten te eten en dan moet je delen. Want dat is zo goed, zo'n mentaliteit die we praten. Maar aan de kant, hoe een apparatine, hoe een pressie om terug te trekken en rustig te eten. Het mentale werk is zwaar. We zitten misschien niet in een OK. We zijn misschien niet deftig gekleed, maar we hebben dezelfde papieren. We hebben dezelfde achtergrond. We krijgen diezelfde somatische patiënten ook hier. En weet je wat? Met mentale klachten. En ze komen overal voor. Dus we hebben ook collega's van andere ministeries als patiënt. Hoe komen we dan aan salaris? Mensen weten het, maar ik kan maar niet begrijpen waar wij als PCS altijd promoten mentaal sterk te zijn voor iedereen daarbuiten en die is mijn hele koek. Carmen Brondestein, voorzitter van de bond bij PCS, vindt het erg dat het personeel van PCS een stiefmoederlijke behandeling krijgt. Ze is blij dat het personeel met de petitie aangeeft dat zij achter haar staan. Ze vraagt een week de tijd van de bondsleden om de brief verder te geleiden naar de minister van Volksgezondheid. Ik hoor dat de minister dan dit is. Wanneer hij gekomen is, krijgt hij zelf dezezelfde brief. Met de ultimatumsdatum. En dan zal ik de leden weer oproepen om te zeggen wat hij gezegd heeft. Want ik moet werken op dat van mijn leden. Besluiten worden door mijn leden genomen. Ik ben de vertegenwoordiger, maar besluiten. Ik moet weten, zij doen het werk. Ik slaap thuis, de directeur slaapt thuis. Zij zijn de motor van het bedrijf. Dus ik sta achter ze. Ik weet wat er hier gebeurt. Ik weet. Wat de knelpunten van hier zijn, ik ben gepensioneerd verpleegkundige, maar zo gaat het niet. Zo gaat het echt niet hoor. Alles is verhoogd. Alles is verhoogd. Busgeld. Hoe moeten die mensen op het werk komen? Daar is er geen dagdienstbeurt. Mensen, COVID, je mag niet pet zitten in een bus. Maar hoe moeten die mensen op het werk komen? Huh? COVID, die mensen worden uitgeleend en worden niet betaald. Kan niet toch? Waarom die mensen gaan met mensenleven gepaard? Huh? Schenk aandacht. De andere volksambtenaren worden op tijd betaald. Maar mijn werknemers zie je niet. Carmen Brondestein, voorzitter van de bond bij PCS. Zij heeft vanmorgen een petitie in ontvangst genomen van het personeel van PCS. Ze zal deze verder geleiden naar de minister van Volksgezondheid, Amer Ramadine.